De benzineprijzen zijn gisteren weer de lucht ingegaan. Bij oliemaatschappij Sol is de pompprijs voor ongeloode benzine verhoogd van 6 SRD in 8 cent naar 6 SRD in 20 cent. De prijzen bij het bedrijf GoTo zijn vanmorgen verhoogd naar het niveau van Sol. V-Power gasoline is verhoogd naar 6 SRD en 33 cent. Het is nog niet duidelijk of diesel ook wordt aangepast. Deze verhoging is net als voorgaanden zonder enige aankondiging doorgevoerd. Volgens de voorzitter van de Surinaamse Service Stations Exploitantenbond, SSEB, Sirojini Yankee, zijn er afspraken dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme om de tafel zou gaan met de pomphouders om een model te bespreken voor de prijsaanpassingen. Hierover is echter niets meer vernomen. Zij geeft aan dat het laatste contact met het ministerie 2 maanden geleden was. Yankee vindt het lastig dat de prijzen steeds onaangekondigd moeten worden aangepast.